2004, Nieuwegein. Een barbecue bij Marcel. Marcel was de huisbaas van Veronique. Herman was daar aanwezig als vriend van Marcel. Voor Veronique was het een gevalletje liefde op het eerste gezicht, zei ze mij in vertrouwen. De letterlijke zin die ik genoteerd heb was: toen ik hem zag, was ik gelijk verkocht. En Herman zei: ik zag haar en ik wilde gelijk moeite voor haar doen. Ik wilde er eigenlijk meteen achteraan huppelen. Dat huppelen is natuurlijk een mooi woord in dit verband. Volwassen mannen huppelen niet, behalve wanneer ze verliefd zijn. Veronique woog op kaars en Herman trok al tamelijk snel bij haar in. En nu moet u opletten, nu wordt het interessant. Ik wil dan graag de chronologie van zo'n verhaal en wat details om het een beetje vorm te geven in mijn hoofd. Dus ik zei, nou, hoe snel ging dat dan? En Veronique zei, nou, dat is toch wel 3 maanden hoor. En Herman zei, nee, dat was een maand. Waaruit u de conclusie met mij kunt trekken dat verliefde mensen al het besef van tijd schijnen te verliezen. Na een tijdje kochten ze het eerste huis in Terreinen.